Goedendag mensen, welkom bij de tweede aflevering van Talk City. Ik heb gezien, en iedereen heeft gezien, dat jullie allemaal lekker gingen op de overheerlijke verhaaltjes van de welbekende mensen. En vandaag hebben we de super sexy Fadime. Thank you. Ja, klappen maar. En natuurlijk onze enige echte hond van Nederland, Bully KM. En we kunnen mijn nigger prizes niet vergeten. Most handsome Ghana boy from the Netherlands. Oké. Okay. En natuurlijk, omdat de eerste aflevering zo lekker ging, gaan we beginnen met een... Met wat beginnen we dan, KM? Ik zie geen shotjes, dus... Kijk het voor je, papi. Dus we beginnen lekker met een shot. Dames achter ook. Ja, mag je gewoon kiezen? Ja, man. Jazeker. Ik weet niet wat het is. En dan... Cheers. Cheers. En natuurlijk moeten jullie niet vergeten om te abonneren op de YouTube kanaal. Zodat jullie nooit wat vergeten. Nooit wat niet zien van Talk City. Dus druk direct die abonneerknop. Als je het niet doet. Dan niet. En dan gaan we lekker verder. Oké. Okay. Dit is een vraag voor jullie allebei. Eigenlijk. Ja, we beginnen met jullie twee. Als je in een relatie met iemand zit, vind je dat degene financieel vrij moet zijn? Hoe bedoel je? Dus je partner? Ja, je partner. Van zichzelf al, zeg maar. Ja. Dus, snap je? Nee, is voor mij geen must. Waarom niet? Ja, omdat ik gewoon mijn eigen ding heb. Dus voor mij is het geen must, want ik heb mezelf al. Het is wel fijn, maar als het niet is... Kijk, als iemand gewoon helemaal niks doet in zijn leven, dat hoef ik niet. Maar als iemand bijvoorbeeld niet financiële vrijheid heeft, maar wel aan het werken is aan zijn toekomst, dan vind ik het ook goed. Oké. Okay. I like that. Ja, Bully. Ah, broer, voor mij is het anders, weet je. Zij is een vrouw, snap je? Dus ja, iemand hoeft niet per se financieel vrij te zijn voor mij, om eerlijk te zijn. Ik hoor je. Pricey, jij nog een mening? Ik ben het mee eens, man. We zijn die mannen toch. We moeten zorgen voor die vrouwen, snap je? Hoor je. Dus dat is normaal. Als ze maar gewoon de dingen regelt thuis, snap je? Zie dat je niks moet doen. Dat is wat anders. Dat is het belangrijkste. Dat gaat niet werken. En deze jonge dame? Ja, ik vind dat je financieel zelf sowieso... Ja, je moet... Je moet? Wees niet verlegen. Nee. Je moet... Ja, voor jezelf. Ja, je moet voor jezelf kunnen zorgen. Maar waarom? Je kan niet... Waarom? Stel je gaat uit elkaar, wat heb je dan? Je woont niet. Voor je. Ik zeg eerlijk, als je als vrouw zijnde zonder je man niks bent, zeg maar als het uit elkaar gaat, en ja, wat ga je dan doen? Terug naar je moeder en je doet weer de hele dag niks. Ja, dat is ja. Ook sad. Ja. Ik ga eerlijk zeggen, van jou... Control is belangrijk. Van jou, ik heb gezien, snap je? Van haar, ik heb gezien. Ik zie je bij het rolie zo mensen, snap je? Ja. You're different, hè, toch? Ja, niet? Oh. Kom man, laten we even eerlijk zijn. Dat verdient ook een applaus. Ik ben eerlijk, weet je toch? Zo lief. Maar eerlijk zijn. Zeker. Basje. Zeker. Basje. En dan wat we nu gaan doen, is lekker een spelletje om in te komen. Dan wordt iedereen wat flinker. En het spel heet Never Have I Ever. Iedereen kent het denk ik wel. We beginnen gewoon lekker bij de eerste. Laat me het eerst uitleggen, want hier hebben we andere regels. Alles draait hier om alcohol, hè? Dan weten jullie dat. Ik ga straks 4 situaties uitleggen. En als je die hebt gedaan, neem je een shot. Dames in de bek, nemen ook een shot. Er komen meer shotjes. Jullie kunnen die hele rij vol zetten met alleen maar alcohol voor die vrouwen. Mag je ook een slok? Bij die hele bar. Wat zijn nee, we gaan geen slok nemen. Maar dat is mix. Is gemixt, hoor? Nee. Ja, nee. We hebben hier nog 4 shotjes. Dus we beginnen bij de eerste. Never have I ever ben ik vreemd gegaan. Wat schande. Ja, zeker. Cheers. Oh, je hoeft niet te antwoorden. Het is gewoon drinken, zegt al genoeg. Drinken zijn genoeg, bro. Je hoeft niet te verklaren met wie, hoe laat, welke standje. Nee, man, bro. Hier werken we met details. Anders is het raar. Heb je ooit gecheat, ja of nee?
Als een jongen, toen ik 15 was. Oké, dan papi, dat drinkt. Ik hoor het. Ik hoor het. Stay grown. Oké. Okay. Jij bent nog nooit vreemd gegaan? Oké, okay, dat is goed. Jeffer. Hey. Die alcohol begint te werken op die man van me, snap je? Meidje, gang. Alle vrouwen gaan vreemd. Ah, dat kan gewoon. Nee, dat kan. Alle vrouwen gaan vreemd. Wauw. Oké, wacht. Hier wil ik een mening, mevrouw. Wat vind je daarvan? Vreemd gaan is geen seks alleen, hè? Je kan niet iedereen over één kant. Vreemd gaan is niet alleen seks. Maar wat vind jij vreemd gaan dan? Wanneer je al dingen verwijderd of zo. Ja. Heb je ooit dingen verwijderd? Ja, maar dingen tussen vriendinnen, dat ik denk, ja... Nee, maar wat je bespreek je zo? Je weet wat ik bedoel. Ja, weet ik veel, gewoon. Maar kijk, als je vriend het leest, kan het dan jullie... Bij de kon je die alcohol werk, Roemang. Als je vriend het leest, kan het dan jullie relatie beschadigen, of... Nee. Dan waarom verwijder je het? Ja, gewoon dat ik denk, hij... Gewoon als hij een keer kijkt en mijn vriendin die zegt iets over wat ze bijvoorbeeld met iemand heeft gedaan, ja, dat verwijder ik. Want stel hij leest dat en zij wil niet dat hij het weet. Sinds wanneer kan je berichten van mensen verwijderen? Dat snap ik niet. Gewoon uit die chat. Chat toch? Je maakt er wel echt werk van dan ook. Nee. Je hebt wel echt tijd dan. Nou, het is niet vaak voorgekomen, maar wel is. Oké. De volgende is... Never have I ever seks gehad met de ex van een vriend of vriendin. Mami. Ja, ik wel. Ja? In welke zin? Ik begrijp het niet eigenlijk. Wat bedoel je? Dus je hebt seks gehad met de ex van je... Of... Ja, met de ex van een vriendin? Ha. Ja, nou, ik zeg heel eerlijk, het was niet echt een vriendin. Ja, dat zeggen ze allemaal wanneer ze eenmaal de baan hebben gehad. Eerst die tolly nemen en opeens is ze echt een vriendin. Ja, Bob, doe je normaal? Nee, maar kijk, ik heb echt zeg maar een close circle. En daarbuiten heb ik ook nog gewoon mensen die ik goed ken. Maar dat is, ja, zijn dat echt vriendinnen? Daar heb je kortom gewoon eigenlijk scheid aan. Ja, je hebt de lak aan. Nou, ik zie niemand ook aan hier drinken, dus niemand heeft dat eigenlijk gedaan deze kant? Nee, ik ben maar, braaf. Ik geloof het niet, maar ik zeg jullie eerlijk. Jij hebt elkaar ja, dat is het nummer 1 regel. Van die jullie hebben niet die buitenkring in die kring. Zeg maar nee. Maar oké, dus hij was niet in je kring. Niet in die inner circle, nee. Iets erbuiten. Nee, ja. Dan mag het wel. Ja, ik zou zeg maar echt mijn beste vriendinnen, nee, dat, ik kijk al niet zo naar hun man, zeg maar. Oké. Maar heb je haar dat verteld? Nee. Weet ze het? Ik denk het niet. Hoe heet ze? Dat ziet ze er nee, 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 nee. Laten we nee, het gewoon direct naar de wereld helpen. Nee. Het is toch geen vriendin van je? Maar kijk, ik moet wel zeggen, je hebt zeg maar exen als in een lange relatie, maar dit was dan iemand met wie ze gewoon... Zeg maar, iets heeft gehaald. Okay. Misschien was die chickie helemaal over de oren vliegen. Ja, dat kan. Okay. Dat ga je niet bepalen. Mijn vraag is, praat je nog met die vrienden? Zo nu en dan. Oh! Het komt nooit even in je op. Ik moet jou nog wat vertellen, dat komt niet heel. ik durf te winnen dat waarschijnlijk nu meisjes die met jou praten... Beginnen echt je vrienden er nu kijken en denken hey. Van... Heeft het over mij? Maar ze keek al lang. Ken je die? Hey, als vriendin, je hebt al door van hey, deze chickie kijkt echt lang naar meneer Vaka. Ik denk die chick weet het al stiekem, ken je die? Dat ze denken al van, zie je, dit was die bevestiging waarop wachten. Was de seks lekker? Was het het waard? Jawel. Wow. Oh, damn. Okay. Ik weet niet wie die nigger is, maar you dicked her down. You put it in work. I like it. Hey, dat is een paar broer. Okay. Wow. Never have I, never have I ever... Buiten seks gaat. Ja, dat is... Ja, broer. Hallo. De tijd dat ik bij mijn moeder woonde, moest het wel. Ach, als ik nu niemand ziet drinken... Gaan jullie in de gaten, dames. Ik heb geen shot. Ze heeft een shot nodig. Gentles! We mogen meer shots, want die dames, ze drogen uit. Dat moeten we niet hebben. Wauw, interruptie. Geef het er maar in. Let's go. Heb je meer dan één keer seks buiten gehad? Sorry? Heb je meer dan één keer buiten seks gehad? Meer dan één keer, ja wel zeker. Je lijkt me wel een natuurpersoon. Je houdt wel van de bos. Wauw. Oké. Spirit moet high blijven, toch? Like that. Spiritual. Spiritual. Hey, maar wat ik me afvraag. Als je buiten seks hebt. We gaan deze hele rondje.
welke standje doe je als je buiten seks hebt? En is het buiten buiten of is het in de auto? Buiten buiten, ja. Wauw, mami, ik hou van jou. Je vroeg niet naar de auto. Ja, maar in de auto is ook buiten. Ja, nee, maar als jij buiten seks hebt, is in de auto, dat is niet buiten. Is het hetzelfde? Die auto kan niet binnen staan. Maar die staat buiten. Ja. Die staat buiten. Auto kan wel binnen staan, met alle respect, maar... Je snapt wat ze bedoelen. Als jij een Dixie-seks hebt, heb je buiten seks? Wat is een Dixie? Wat is een Dixie? Wat is een Dixie? Toilet op een festival, dat ken je niet. Dan heb je buiten. Oké, wacht, hola. Ik weet niet, deze chickie wil me bijna botten hier. Wacht even. Heb ik jou ooit... Wacht even. Dixie. Ja. Is dat gebeurd? Of praat je uit ervaring? Nee, zeker niet. Oké, maar nu gaan we naar de vraag. Heb je buiten seks gehad? Want ik weet niet of je hebt geshot. Welk standje doe jij als je buiten seks hebt? Missionary en Becky's. Missionary. Missionary. Dat was op de motorkap van een auto. Ja. Wow. Dat is wat anders. Oh. Awesome. Wow. Dat is wel buiten. Drinken. Ja, dat is toch op die auto? Heftig hoor. Dat is toch bijna. Goals. In de auto. Dit zijn echt goals. En Vadim? Als jij buiten... Staan de Becky's gewoon. Dat is het makkelijkst. Ja. Maar in die staande bekjes, dan gaat die rug ook rollen in een model? Of ja, kijk, het gaat altijd lastig, want ik ben klein. Ik ben echt kort, dus het gaat altijd een beetje moeizaam, maar... Oké. Altijd, dus het is vaker? Ja, het is wel vaker dan één keer gebeurd, ja. Maar niet dat ik het elke week dat ik denk, nou, ik ga even in los. Oké, gaan we snel naar KM. Mm-hmm. Wat is jouw favoriete stand als je het buiten doet? Als ik het buiten doe? Nee, ik val weg, man. Want ze zegt van, auto is niet buiten, dus... Oh ja, hoor je. Kan ik er geen uitspraak over doen, man. I like that. Oké, en dan gaan we naar de laatste. Never have I ever heb ik een trio gehad. Kijk, ze... Dus als je wel hebt gehad, moet je drinken of niet? Ja, maar je hebt drie ook. Nee, je hebt twee. Een of andere manier, jullie drinken gaat niet op. Jullie hebben niks gedaan in het leven, zeg maar. Jullie gaan kerk, naar huis. Nee, ik heb niet mijn ding. Oh, je wil niet drinken omdat niemand drinkt? Nee, nee. Ja, toch, dan drink dan. Laat maar zien hoe je drinkt, mami. Hey. Hoe slak je? Oké, dan ga ik direct. Omdat je niet wil drinken, omdat mensen niet drinken, was je trio met twee mannen of een dame en een man? Nog één dame extra. Oh, wauw. Ja, je zegt het echt lief. Ik zou niet beseffen dat jij een trio gaat. Snap je? Als ik met jou zou praten als man, dan zou ik je niet aanspreken van hey, ik wil een trio. Maar dat kan wel dus. Ik weet niet wie kijkt en praat met haar. Ze staat ervoor open. Shoot your shot. Ach, wacht. Wat zei je? Shot fired! Nee. Je bent precies. Ik heb het niet gehoord. Wat zei ze? Ze oordeelt toch. Dus ik denk van jullie waren samen in die model. En jij? Trio, man, twee mannen of man en een vrouw? Met een extra vrouw. Eén keer of twee keer? Ik weet niet. Maar wacht. Twee mannen zou je niet doen? Jawel. Maar ja? Ik denk het wel, maar het is gewoon... ik weet niet, ik zou het niet snel doen, maar... Je zou het wel doen? Jawel. Weet Marvin hiervan? Ja. Oké. Wauw. Anders zou ik het nu niet zeggen. Ja, ik zou ook zoek zijn. Sowieso, ik zou niet... Wat zei Marvin? Wat vindt hij ervan? Ja, niks. Het is niet dat ik zeg, nou, ik wil dat. Laten we dat volgende week inbrengen. Nee, misschien heeft hij iets van... Oké, dit is een wens, dit is wat je wilt doen. Dus het kan. Ja, maar het is niet dat ik denk, ik wil dat ook echt doen. Maar als de mogelijkheid zich biedt, zou ik het op zich wel doen. Ja, precies. Ja, toch. Ik snap je, man. Maar zijn antwoord was? Niks, ja. Hij zei, oké, ja. Wie weet ooit, ja. Okay. Wat moet hij zeggen? Ja. Maar, snelle vraag, heb jij meerdere keren trio's gehad of één keer? Wel vaker dan één keer. Oh, wauw. KM, ik zit al te denken op die vragen die ik haar ga stellen na de show. Denk je die? Wauw. KM, jouw trio's, twee vrouwen of een vrouw en een man? Twee vrouwen, toch? Ja, jij bent bully. Ik ben al zelfs, ik heb die level van 5 geraakt, man. Wauw! Hey, voor die... Shut the fuck! Voor dat shotje denk ik. Hey, we willen een shot! Hey, shut the man! Kom maar! Hey, iedereen, ik weet niet of jullie het beseffen, maar... Ik niet, ik val buiten. 5, level 5. Je bent level 5 bereikt, broer. Je moet drinken, broer. Level 5 is different. Wauw, 5 vrouwen, dit is... Oh my... Broer, dat is dat, dat is goed. Ik hoop dat ik ooit als bully word. Ish. Oké. Dan gaan we naar de laatste vraag voor jou, Vadim. Ja.
Stel, je vriend wilt een trio en jij mag bepalen met wie. Wie kies je dan? Los van mij, hè? Ik sta buiten. Ja. Gewoon eerlijk. Weet ik niet. Kap. Mag ook nee, voor, maar ik weet... Mag ik ook voor Amerikaans, ja, Nederland, want je hebt ooit gehad dat je denkt van, hé, jou zou ik helemaal leeg zuigen, ballen, ik zou gewoon pingpong spelen met mijn ja, tong. Weet ik voor Kylie of zo? Ja. Kylie Jenner. Kylie Jenner zou ik sowieso wel doen. Je zou er ook echt beffen. Ja. Baffen ook? Jawel, ook wel. Baf je ook mannen? Hey. Nooit gedaan, nooit gedaan. Ik neem dadelijk je nummer, man. Nee. Alles de eerste keer. Nee, is niet mogelijk? Nee. Ontspan. Deze vraag is voor een paar dames achterin. En we beginnen bij de mooiste vrouw die ik ooit heb gezien. Wat is jouw ultieme seksfantasie? Ik heb geen fantasie. Dus je hebt alles al gedaan? Nee, daar niet van. Maar gewoon... Ik weet niet. Ja, als het gebeurt, dan gebeurt het. Maar het is niet dat ik denk van, oh, dit is echt wat ik wil doen of zo. Niet eens seks in een vliegtuig of zo? Nee. Nee, dat lijkt me juist kut. Zo is... Nee. Een private jet. Ja, dat zou wel kunnen. Maar dat is niet per se... Waar woens van hebben? Private jets is wel die oude, maar ze kunnen je vliegen. Maar je hebt meer ruimte, toch? Huh? Je hebt meer ruimte in een private jet. Dat werkt jou, man. Dus geen fantasieën. Nee. Ik geloof je niet direct, maar ik ga je niet te lang bezighouden. Heb jij een ultieme seksfantasie? Ik denk in de taxi. In de taxi? Ja. Hey, bel die taxi niet. Wauw, Mattie van de taxi. Ja. Dus, ja, jij kent iedereen. Ik, hè? Huh? Ja. Ja, tuurlijk. Je moet overal je bedrijf, private jet. En wat is jouw ultieme seksfantasie? Heb ik niet. Ik had altijd zeg maar trio met twee vrouwen, maar dat heb ik al gedaan. Dus ik heb nu niet echt meer iets dat ik denk, dit wil ik echt doen. Oké. Okay. En Boelie? Niks, man. Je hebt geen seksfantasieën? Niet Rihanna, Beffen, Beyoncé, om... Nee, helemaal niet. Niet per se. Ikke. Ik wens dat ik ooit als Boelie kan zijn, 5 vrouwen, dat soort dingen. Huh? Heb je dat nog nooit gedaan? Ik ben sowieso niet van de trio's. Nee. Veel nadenken, of niet? Nee, ik hou gewoon van... Je hebt die powers niet. Snap je? Ga je regelen. Ik zou niet pikken, ik zou echt niet pikken. Kijk. Ga je regelen, dat hebben we afgesproken toch? Boelie nek me. Snap je? Geloof me, ik heb alle krachten. Ik zou denken, ik ben Super Saiyan. Hey. En dat is vanaf Chimang. Broer, ik was 16, ik neuk vrouwen van 38, 40. Snap je? En su. Wat is er met Suriname? Skip. Hey, luister. Ja. Door naar de volgende. Weet je wat, ik wil iemand anders iets vragen. Laat me ook een keertje iemand vragen. Mevrouw daar, want ik zie je kijk de hele dag weg. Een soort verlegen en shit, snap je? Mag ik eerst zeggen dat je super sexy bent? Ja, je ziet er wel echt mooi uit. Oké. Okay. Ja. Ja, okay. Wacht. Ze verdient een shotje zelfs, om eerlijk te zijn. Toch? No cap. Ik wou eigenlijk zeggen, ze moet applaudisseren met haar bil, want ik aan die stukjes zien. Kan je dat? Of? Wauw. Nee, maar kan je het? Ik kan het. Wat? Wow. Kom dan! Ik ga één klap gewoon niet pakken. Oké. Hoi. Wat zeg je die shotje dan? Voor de culture. Hey! See. Cheers, sorry. Vandaag val ik niet, bro. Oké, maar terug naar mevrouw. Jeetje toch, we hebben die shotje gedaan. Ja. Wat is jouw ultieme seksfantasie? Oh, die lach. Je hebt niet zo'n iets. Je hebt een hele ding volgens mij. Ja, broer. Dus aan denken, welke moet ik kiezen? Eindelijk. Dus ja, ik moet aan denken van wat ja. Hoe zou eigenlijk het wel je hebt sowieso iets uitgeoefen. In je hoofd, want je ging al je hebt ze allemaal uitgeoefend. Vroeger, ja, ik zeg je eerlijk, mijn ultieme fantasie was met een vrouw, maar I did that. Dus op dit moment weet ik het eigenlijk niet. Ik weet het niet. Wow. Oké. Okay. Moet even nadenken. Wacht. Hier is geen skip. Ik kom wat erop. Wou je vragen over ik, ik zou zeggen, heb je ooit seks met Rich gehad? Snap je maar. Jij niet. KM. Wat is het duurste wat je ooit hebt gekocht voor een scharrel? Een scharrel? Een scharrel, ja. Of voor een chick überhaupt eigenlijk. Toch? Een scharrel.
Ik scharrel niet, man, broer. Je koopt geen ding. Gelijk direct. Wat was... Ik scharrel niet. Je schaast direct, snap je, direct Olympische Spelen. Wat het duurste is, auto, man. Taxirit. Auto, man. Wow. Ik zie je, jij fokt met low-life niggers, alleen taxi. Nee, dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Niggers doen alleen die Uber-app. En wij kan je dat doen met creditcards van mensen in India. Oké, lijp. Oké, waggie. Maar is dat voor een scharrel of voor... Weet, ik ga jou... Wat is het duurste wat je ooit hebt gekocht voor je vrouw? Voor mijn vrouw? Waggie ook, man. Broer, jij bent zeg maar opa Winfrey van Nederland. You get a car, iedereen gets car. We gaan niet fiotten en niet mensen op me af proberen te sturen. Laten we het kort houden. Tijger van me. Hey, jij bent de domste. Vadim, heb je jezelf wel eens gefilmd tijdens de seks? Ja. Ik hou van hoe je zo direct bent. Ja, wat moet ik zeggen? Ik wist dat ik je tegenkwam voordat je een vriend kreeg. Want dan had ik nu zeg maar die rolie ook, daar niet van. Nee. Oké, leg het even uit. Dus ja. Is tijdens die bakpoen, je weet wat een bakpoen is toch? Nee. Ra, bakapuna, tekeen bakapuna. Dus wanneer jij ligt, holler rug, dan komt die groove van je. En dan heb jij dan die chemie zo van... Ja, Marvin. Ja. Of filmt hij? Allebei wel eens. Allebei? Oké. We gaan al 8 jaar, hè? Dus we hebben alles wel een keer gefilmd. Maar stuur je het ook wel eens naar je vriendinnen? Nee. Ik heb het ze wel laten zien. Dat wel. Ja. Is dat raar? Zeg maar, jouw vriendinnen weten hoe die bana van Marvin eruit ziet. Ja. Dit soort dingen krijgen jullie dat vriendinnen elkaars ex lopen te naaien. Jullie vragen door. Shut up, man, want je loopt hier. Ja, oké. Jij gaat alleen shotten gewoon. Doe maar drinken. Want je bent fout bezig van mij. Nee. Laat het niet lijken. Laat het niet lijken. Oh, jee. Oké, lijp. Sick. Jij. Heb jij wel eens jezelf gefilmd tijdens de seks? Mezelf. Ik heb wel eens een seksfilmpje gemaakt. Maar is het echt in een porno model, camera zetten? Ja, maar gewoon professionele director of zo. Hé, broer, kap. Iemand kwam filmen. Kom geen OnlyFans papiertjes meer, ik ken die guys ook en ik geloof van die broer. Cap. Director, doe normaal, man, broer. Ja, niet, broer. Ja? Je gelooft me of je gelooft me niet. Maar je staat ook op Pornhub, hoe heet die Pornhub? Pornhub. Ja, we weten niet wat jij kijkt. OnlyFans. Als ik erop sta, sta je die vraag nu nog niet stellen. Ja. Maar zou jij voor openstaan om een kino te maken, OnlyFans? Nooit. Nee? Nee, man. Echt? Dat niet. Oké, de hele wereld weet, OnlyFans is pap. Geld. Nu je ploost een filmpje, binnen een maand heb je een... Pap niet, hoor. 500 doezel. Nee. Ik hoef die pap niet, man. Nee? Voilà, als iemand nu naar mij toe komt, 20 douchen neuken op een camera, ik neuk, hè? Nee, maar precies. Mensen die dat doen, is hun ding. Maar ik zou dat echt nooit doen. En wat als je kinderen dat later terug moeten zien? Yo, je moet geen porno kijken met mijn papa. Zijn je lul? Wat lul je op die computer? Ik ben gek. Simpel. Je bent gek. Simpel. Nee, bro. Ja, is lijp. En dan heb ik een... Dit is... Ik verwacht gewoon eerlijkheid. Denken jullie dat jullie huidige partner alleen met jullie praat? Ja. Damn, die... Van KF, broer, je kan direct praten. Ik zeg ja, man. Ja? Oké. Hoe zit dat bij jou? Ja, ik denk het ook, maar ik zeg altijd, ik ga nooit 100%... Nee, maar ik ga nooit 100% zeggen. Okay. Heb je hem ooit gecatcht, lekking? Ja. Voilà, geef Marvin mijn nummer, ik geef hem tips. Hoe de fuck heb jij hem geklemd? Ja, dat ga ik niet vertellen. Dat zijn iets te veel details. Maar was ze cute? Ja, jawel. Maar, ja. Afkomst? Nee, too much details. Oké. Maar ik heb hem wel eens lekking gecatcht, ja. Wel eens, dus vaker dan één keer? Nee, ja, jawel, wel vaker. Oh, damn. Maar niet... En nog steeds heb je hem die rolie gegeven? Ik dacht niks. Wauw, hey. Dat was voor vaderdag, hè? Hé, hij is een goede vader, hè? Ja. Oké, dat respecteer ik ook. I like that. Ik hou er ook van. Oké, leuk.
Anale seks. Awesome. Awesome. Anale seks. Mami, wat is je vraag? Wat is je vraag? Het is open. Jij kan nu zeggen van ja, boom, twee dicks, anaal, conjo, nee, kut, nee, alles. Nee, 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 nee. Heb je ooit anale seks gehad? Ik heb het wel eens gedaan, ja. Maar... ik vraag het af. Maar ik vond het niet zo denderend. Maar meer dan één keer of? Ja, we hebben het wel gewoon één keer geprobeerd. Toen lukte het niet, gingen we het weer proberen. Maar het voelt gewoon, zeg maar, je voelt gewoon dat het niet daar hoort of zo. Het is gewoon raar. Maar glijmiddel, everything? Volgens mij niet eens. Nee, jawel, jawel, jawel. Dus gewoon zo la 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 la, gewoon net die tafel. Nee, gewoon met veel spuug. Baba, oké. Okay. Oké, okay, maar je voelt het niet lekker. Ja. Boelie. Heb je ooit anale seks gehad? Nee, man. Nee? Zou je het willen proberen? Ik vind dat niet eens interessant. Dat trekt je niet. Snap nee. Jij bent wel van de anale ik seks? Ik heb je gezegd vorige keer, Alfa, is niet mijn model, man. Snap je? En dat is no cap. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar... Maar is het niet gewoon dat je denkt, het is gewoon een bucketlist ding? Ja, gewoon ooit geprobeerd het, hebben, klaar, als je het niks vindt, prima. Precies wat je zegt. Het voelt niet, je, toch? Ja, toch? Het is niet mijn model, man. Het is gewoon raar of in mijn gedachten kreeg ik van, hey, poep gaat, je, toch? Snap je die model? Dat ik dacht van, no, man. Snap je, dat is het idee. Ik ben bezig, ik denk van, ah, wat doe ik? Snap je? Er kwam poep bij jou. Nee, niet, maar in je hoofd... Ja, niet zo toch, maar in je hoofd heb je gewoon van, ah, dit ja, is poep gehad. Ja, ik snap wat je bedoelt. Dat ja, is gewoon die ding, man. Dus, is die moment dan, man. Ik ben een vagina boy. Heb jij ooit anale seks gehad? Absoluut niet. Nee? Nee. Maar je staat er ook niet voor open? Het gaat niet. Dus je hebt het geprobeerd? Dus je hebt het geprobeerd? Nee, het lukt het nee. Gaat niet. Nee. Maar wel een vinger of ook niet? Ja, kleintje. Kleine vinger. Pinkie. Pinkie. Ik vraag me af wat jij nu zegt, maar neuk. Midgets. Wat, een kleine vinger. Wat, met wie is jij zegt? Wow. Nee, maar om antwoord te geven op je vraag, nee. Maar je zegt een klein. Dieper op mijn vraag in te gaan. Ja. Was die jongen boven de 18? Wat ik snap het niet. Ja, volgens... ja, tuurlijk. Maar, ze weten het niet eens. Wat probeer je met het gaat niet? Dat snap ik niet, wat dat je bedoelt. Het hoort niet. Oh, het hoort niet. Oh, die dus het gaat niet. Okay. You tried it? Het werkt niet, laten we het daarop houden. Oké, okay. Ze heeft nog secrets. En jij dan? Want je loopt iedereen ik, te vragen. Nee, ik ben niet van anale seks. Ik heb okay. Het ook nog nooit... Ik heb nooit gedacht van, oké, okay, nu ga ik... Ik heb ook nooit geprobeerd. Nee, maar oh, nu ga ik mijn pik in je kont zitten. Ja. Dus, het is vaag. Snap je? Het is raar. Ik, nee man. Sommigen hebben fetish daarvoor. Ik wil het wel ooit proberen, maar dan moet ik echt... Fetish? Okay. Lang. Ja, sommigen hebben, ja. Ja. Maar wat is jouw fetish? Heb ik niet, man. Je hebt geen fetish? Nee, heb ik niet. Ik heb een voetenfetish. Ja, echt? Ja? Ik hou van vrouwen met sexy voeten. Als je teennagels on point, bro, ik lik tussen, ook heb je kaas tussen die teen. Ik lik het eraf, mami. Bam, pami. Hey, hoor, nee, dit. Hey, jullie hebben geen fetish? Nah. Nee, ik denk jullie hebben niet. Basic seks. Als je een vrouw echt krijgt, want elke vrouw de table heeft wel eens gelikt, oké, okay, dan gaat ze het spelen voor je. Ah, ah. Bro, het boeide geen tyfus. Nou, dat is snap niet je? Waar. Dat is echt niet waar, hoor. Bij maar, mij zijn mijn tepels echt gevoelig. Maar hoe dus, goed zijn ze gelikt, vraag ik me af. Ja, nee, maar je zegt van, oh, dat is niet boeiend, maar dat is niet waar. Dat is niet bij iedereen zo. Mami, zijn je teen ooit gelikt? Nee. Bel me over een maand. Voilà, je hebt basic seks. Tepels, heb je ooit tenen gelikt? Nee. Boelie! Is het vies? Is het wel bij jullie gebeurd? Bij iemand van jullie? Ja, nee, ik kan het niet tegen als iemand anders. Hoor, hoor, hoor. Iemand daar wel ik gebeurd. Ook. Het is wel massages, gebeurd. Massages, ik word wel kriebelig. Bij wie is het gebeurd? Wie's nummer moet ik nemen na de show? Maar oké, okay, wat is het? Sabbelen, hè? Vind je het fijn of wat is die model? Ja, maar het is niet mijn eerste keus. Het was gewoon heel spontaan. Ik zou er zelf niet voor kiezen, want ik vind. Maar je vond het wel fijn? Ja. Maar hoe kom je erop om aan een vrouw te denken? Kijk, ja, als je tenen eenmaal... zijn lelijk, klaar. Nee, jouw tenen zijn lelijk. Nou, niet van mijn heks. Je ziet mijn tenen niet. Je ziet mijn tenen niet. Ik lul je. Oei, oei, oei. Kijk, hoe ik erop kom. Het is gewoon, als je eenmaal... als je in een relatie zit, heb je seks, snap je? En dan ga je steeds... Je gaat naar andere dingen zoeken. Hoe ga ik mijn vrouw gewoon... Je wilt er verder zien gaan dan die ene orgasme. Naar die tweede orgasme, snap je? Dan ga je kijken van, hé,
Wat kan ik doen om haar orgasme meer te stimuleren? Ik zoek die extra satisfying, zeg maar. Boom. Maar dat is de tenen dus? Ja, zeker. Okay. Broeder, die hele koude kont begint te klapperen, neef. Ik zweer het jou. En de vrouwen hier die dat interessant vinden? Die tenen. Ja, ik vind het al leuk als een man gewoon nergens vies van is. Ja, oké. Okay. Kijk, dat snap ik wel wat je zegt. Ja. Maar je Ja, dat is een gekke werk. Er zijn zoveel dingen waar ze aan kunnen zitten. Zit je de hele dag in die Air Force? Ja. Hey, maar jij staat over gym. Zit je de hele dag in die Louboutin? Had moeten kijken. Ga je je vrouw er poetje eten wanneer ze van gym komt? Nee toch? Ja, maar je Laat KM. Laat hem. Je moet niet op die jongen van me letten daar. Je moet echt niet op hem letten. En wat vinden jullie van de seks op de eerste date? Ga direct met jou, want jij, niks snap jij en niks begrijp jij. Wat vind je van seks op de eerste date? Ik. Kan bedoel dat je. Kan gewoon, man. Is een gevoel toch? Ja. Snap je? Nu ga je me 100 days laten wachten, dan ben je zeg maar perfect. Dat werkt niet zo toch? Ja, ik hoor je, bij die hoor ik je. Als die vibe daar is, joh, die klik is daar, we gaan long time. Je gelooft erin. Je laat me zien, je gelooft in die long term. Ik hou er wel van. Ik denk zelf. Eerlijk gezegd dat als je, voordat we daten moeten we seks hebben. De reden waarom? De reden waarom? Kijk, ik heb gehad dat ik date met vrouwen. Oké, we daten, kio gezellig, innerlijk top. Maar die innerlijk van die poentje was niet top. Begrijp je? En nu heb je maanden gedate, geïnvesteerd. Snap je? En Amsterdam tegenwoordig, ze willen Isakaya, Oysterclub, Café in de City. En ze komen niet met die komkommerrol. Broer, dragonrol, wasabi, ze luisteren te veel, Frenna. Denk je die? Broer. En dan eindstaan na 2 maanden poeltje stinkt. Broer, eerst seks en dan gaan we verder. Voilà. Maar jullie zijn dus niet, zeg maar, die jongens die bij de eerste date denken van, gadverdamme, eerste keer ze neukt al, vies. Nee, maar ik vind seks iets natuurlijks, maar als we elkaar aanvoelen, dan is het, snap je? Dan Want veel mannen denken zo, hè? Dat zijn geen mannen. Ligt eraan hoe je erin gaat, toch? Ja, oké, maar je snapt wat ik bedoel. Het is gewoon vibe. Ik denk dat het vibe is, snap je? Het is gewoon die vibe wat fijn is, snap je? Wat doe jij met licht eraan? Ligt aan die achterliggende gedachte, toch? Ja. Snap je, als je wen op van, ik wil de snel slaan en zijn eerste date valt ze al. Ga je kiek breken als je thuis bent, toch, man? Bedoel, als je denkt, ik loop deze pengen, ze heeft je gelijk gegeven, ze neem je bij Orsi. Snap je? Maar de vraag is, neem je het daarna serieus nog? Tuurlijk. Hoezo niet? Oké, okay, toch? Hoezo niet? Ja, als Chima had ik van nee, man. Wat fucken met haar? Ja, dat is gewoon een jongen. Maar en nu, hoe ik ouder ben, besef ik van, het kan ook zijn van, oké, zij voelde je echt. Ja. Maar zo ben ik ook gaan leren van, door groepchat met de boys, dat ze loeft wel echt iedereen, zeg maar. Denk je niet? Jij denkt je best speciaal, je zegt van, hé, kennen jullie deze Hans, broer? Die hele groepchat is lid. Pika's komen van, kijk het hier. Dan denk je van, hé, dit broer? Is lijp. Lijp. Daarom. Okay. Dit is een tip naar al mijn jonge mannen. Upcoming young boys, upcoming mannen. Heb eerst seks. Ruik. Probeer 1 vinger erin te stoppen. Ruik het. Want als het niet goed ruikt, bro, dan ga je zomaar je geld verliezen. En dat wil je niet. En we zijn bij het tweede spel aangekomen, mensen. En die heet Burn It Up. Burn It Up. Yo. Oké, Vadim en KM, jullie krijgen allebei een ballon, meerdere ballonnen. Die steek je aan, valt er een vraag uit. KM, als er een vraag voor jou eruit valt, stel je die aan Vadim. Als er een vraag bij jou eruit valt, stel je die aan KM. En het is heel simpel. Als hij de vraag niet wilt beantwoorden, neemt hij een shot. Als jij hem niet wilt beantwoorden, neem jij een shot. En als jullie hem wel beantwoorden, nemen we allemaal een shot. Oké. Dus je moet sowieso shotten? Ja, dat is de bedoeling. En we beginnen natuurlijk bij Vadim, want dames gaan voor. Wat moet ik dus doen? Dit aansteken? Steken. Ik vind dat heel eng. Echt eng? Of ja. Moet ik het voor je dus doen? Ik moet nu gewoon met dit zo hierbij. Dat je hem zo houdt. Gaan die nagels ook niet in de fik. Ja, precies. En dan steek je hem lekker aan, meid. Jullie hebben dit sowieso niet zelf gedaan. Huppakee, en daar is jouw vraag. Ja, er kwam iets uit. Hup. Dit moet ik dus aan Kijk, ja. vragen. Wat is de laatste leugen die je hebt verteld? Ik lieg niet, maar goed.
Oké. Okay. KM, burn it up. Ben je er klaar voor, meid? Ja. Wanneer had je voor het laatste SOA? Oeh. Lang geleden. Wat is lang? Een paar jaar, denk ik. Hoe oud? Twee jaar of zo? Dat is niet lang, hoor. Nee. Twee jaar? Ja. Twee jaar. Dat is aardig recent. Dat je zit 8 jaar... Ik ben een keer, ik hou van berekenen. Hè. Ik ben echt van het puzzelen en zo. Je zit 8 jaar in een relatie. Ja. 2 jaar terug had jij een SOA. Dat betekent 1/4 van jouw relatie is... Nee, 3/4 van jouw relatie is... Wie vreemd gegaan? Hoezo? Ik heb toch gezegd dat we trio hebben gedaan, dus... Oh, wow. Oh, jullie gaan hem daarop gooien. En ik loef je, dus ik... Ga je hem niet. Nee, want ik ben nog niet klaar met hem. Dus jullie hebben een trio gehad zonder condoom? Ja. Stelletjes. Condoom is niet fijn. Oh, ja, ik wil ook een trio met jullie. Godverdomme. Nee. Voilà. Jij bent niet welkom. Oké, sick. Je hebt mij gevonden. Oké, nice. Jij mag weer een ballonnetje branden. Oh ja, hier vasthouden. Kwam er iets uit? Ja, Wanneer ben je voor het laatst vreemd gegaan? Toen ik 16 was, man. Hoe oud ben je? 24. 24. Lang geleden. Wat is dat? 6 jaar? Bijna 10 jaar terug. Ik weet niet eens meer hoe dat voelt. Ik weet niet, ik neem gewoon een shot gewoon. Kijk, een shot voor je, man. Voilà. Iedereen shotte dan maar. Dames ook in de back. What are you saying? Oké. 10 jaar terug. Like dat. Hoe lang zit je nu in een relatie? Ik? 5 jaar bijna, man. Wauw. Applausje, vind ik. Yeah. Ik doe het je, Nina. Voilà. I respect that. Serieus. Die invite komt binnenkort. Ja, dat begrijp ik niet. Hoe weet je dat? Nee, ik doe niks. Ik lul je gewoon. Wat zei ze? Ik zei van die van jou weten we het nu wel. Oh. Ik ga sowieso... Kennen jullie elkaar langer of zo? Nee. Nee. Ik wenste dat. Het mocht niet zo zijn. Mocht niet baten. Maar ja, je weet wat wel wordt gebaat vanavond. Niemand wordt gebaat. Wauw. Oké, sick. Ik ben hè? Ja. Daar wel iets in. Andere powers, joh. Ik heb wel gezegd. Riet het maar. Er zit dus gewoon in elke ballon wel een vraag. Yeah. Jazeker. Ik ben benauwd met die dingen lezen. Ja, ik weet of je... Ja. Heb je wel eens tegen een andere jongen gelogen over jouw relatie? Dus in de zin van, ik ga niet met hem of zo. Nee. Nee? Nee? Heb je nooit gedaan? In 8 jaar nog geen 1 keer? Nee. Maar het is wel eens dat kan ook bijna niet. Het gaat wel eens aan en uit tussen jullie. Je kan letterlijk naar YouTube gaan en je ziet het. Maar het gaat wel eens aan en uit tussen jullie, toch? Nee. Het is 1 keer uit geweest. 1 keer? Voor 1,5 jaar, ja. Oh, dear. Dat is wel lang. Dat is lang. Een jaartje zo. Ongeveer. Hoe lang? 1,5 jaar? Ja, jaartje, 1,5 was het uit. Jaartje en die 6 maanden. Ja, een jaar hoef ik je echt niet meer, hoor. Sorry. Ik zweer het je. Hij wel, dus. Met alle respect van die. Maar het is zo. Nee, maar kijk, je moet beseffen van in een jaar, wat kan er in een jaar? En ik kan ook begrijpen dat mijn ex mij na een jaar ook niet meer wil. Want in een jaar, geloof me, als ik uit een relatie kom, niffel, ik ga alles af. Maar mocht je wel gewoon vrij zijn in die jaar? Ik was single, dus. Okay. Maar ben je ook vrij geweest? Ja. Wat was jouw bodycount in het jaar? Dat vind ik echt te veel details. Dat ga ik niet. Ik ben een kill van de details, dat weet je. Nee, dat ga ik niet beantwoorden. Nee? Over de 5? Dat ga je niet bevragen. Ik ga niet beantwoorden. Oké, over de 6. Ik ga niet beantwoorden, klaar. Oké, 7 dan! Nee, ik ga het niet beantwoorden, dus... Yeah. Neem gewoon een shotje, best. Oké, ja. Beleid. Damn, I think you're a freak. Nu snap ik waarom die kill na een taaier nog steeds naar Osso kwam. Na een jaar, hij komt nog steeds naar... Ja, oké, we like that. Wie mag nu branden, Fadime? Ja. Alle ballonnen gaan op, trouwens? Allemaal, 1 voor 1. Mm.
die laatste ballen. Goede vragen. Ja, snap je. Zegt. Wanneer is de laatste keer dat je drugs hebt gebruikt? Oeh. Dat vind ik een leuke vraag. Dat was gisteren. Oh. Nou. Must be fucking nice. Gisteren? Nee, ik doe geen drugs. What kind of drugs? Ik doe geen drugs. Helemaal niet. Is het een aanrader? Dat ballonnen weet ik dat het geen aanrader is. Want ik voel de matering. Heb je wel eens drugs gebruikt dan? Drugs? Ja. Nee man, ik ben een kill. Jij? Yeah? Ik hou van mijn soppen. Ik wel. Aanrader? Ja, jawel. Toch wel? Ja, jawel. Maar op zijn tijd, hè. Niet dat je ineens elke dag zit te spacen of zo. Mm. Gewoon af en toe op een feestje of zo, ja. Wat voor drugs? Ik hoor dat het wel echt verslavend is of zo. Nou, bij mij echt niet hoor. Ik hoef echt niet elke dag onder invloed van MDMA te zijn. Dat is echt niet leuk. Ik ben op die space case. Nee? Alle dienen zeggen ja tegen MDMA. Oké dan, man. Is wel echt zeg maar iets wat je in je leven gedaan moet hebben, dus. Nou ja, dat wil ik niet per se zeggen, maar als je avontuurlijk bent, is het wel leuk om een keer meegemaakt te hebben. Het is gewoon echt een heel ander gevoel. Je kan het ook niet echt beschrijven of zo. En space cake? Dat heb ik nooit gedaan. Ik heb die wel gedaan. Ja? Ging je fout of goed? Verkeerd, toch geen fout. Man, kom op. Ja, precies dit bedoel ik. Dus weet je wat die model was? Ik had het van een feestje gewoon. Die feestje zegt, ik had het van een feestje, ik neem het mee. Ken je die model? Ik wil het niet doen voor iedereen. Ik ga gewoon thuis doen. Dus je ging thuis gewoon in je eentje? Ik zweer het, niet in mijn eentje. Ik was gewoon met mijn vrouwtje, snap je? Ik ging het doen. Ik werd wakker in de nacht. Ik begreep niks meer, broer. Ik hoor mijn hart gewoon kloppen van, ik zeg, bij ambulance. Ik ging te diep erin zelfs. Maar dit vind ik het mooie. Ik herinner me ook niks meer. Ik ging naar de badkamer waarschijnlijk. Ging ik water op mijn gezicht gooien van broer, help me. Heet, toch? Ja? Geen vrienden bellen. Broer, ik zweer het broer. Ik zweer. Hè? Ben je bij ons feestje gekomen? Nee, ik was van het feestje toch? Maar ik was naar huis gegaan. Het was een paar dagen later, hè, heb ik het gebruikt. Ik heb niet eens die dag gebruikt. Een paar dagen later. Maar ik ging zo diep space dat ik gewoon. Ik zeg, bel ambulance. Ik bel aan Mattie op van broer. Bel alsjeblieft ambulance voor mij. Het gaat niet goed. Heb je die model? Nou, ik was gewoon mijn vrouwtje gewoon rustig, snap je? Nee, je moet het daar vasthouden, niet daar branden. Broer. Hou die ding vast, broer. Ik ga even Dior vestigen of zo. Dior. Maar dan nog een Dior. Nee, oké dan. Geintje hoor, jongens. Wat is het vieste wat je tot nu toe hebt gedaan met je partner? Het vieste? Ja, ik vind dat zo'n brede vraag. Wat is vies? Ja, daarom voor jou. Ja, voor jou. Het gaat om jou geraakt. Ik zou het echt niet weten. Familiair? Van je garam op Abbasan. Oké, noem één van de vieze dingen op. Laten we het zo zeggen dan. Ja, maar kijk, ik vind niet zo heel snel iets vies. En iets wat ik echt vies vind, doe ik niet. Maar in mijn mond spugen of zo, sommigen vinden dat vies. Ja, oké. Okay. Maar ik vind dat niet heel, ja. Spuug je ook in zijn mond? Nee, dat hoef ik echt niet. Nee. Heeft een vrouw ooit bij jou in je mond gespuugd? Sorry? Heeft een vrouw ooit in jouw mond gespuugd? Niet dat ik weet, man. Echt niet dat ik weet. Hoe ga je dat niet herinneren? Ja, broer. Heb jij ooit in een vrouw gespuugd? Ja, broer. Jazeker. Dat is mijn ding. Ja? Tuurlijk. Oké. Dat is normaal. Ja? Ja, zeker. Maar stel, ze doet het bij jou. Vind je dat dan ook normaal? Ik kan het ook niet herinneren, zeg je eerlijk. Jullie keppen. Ja, maar ik denk dat alleen mannen die bijvoorbeeld houden van een hele dominante vrouw dat geil vinden. Als je zelf als man dominant bent, ga je dat sowieso niet aanvinden. Als een vrouw in je mond spuugt. Toch? Ja. Sowieso ben ik niet van een dominante vrouw. Ik heb één keer een chickie gehad. Die chickie begint me te choken tijdens die nakkie. Voilà, ik dacht, zij is gestuurd, zeg maar. Van, joh, hier deze man, broer. En door. Sindsdien wist ik van, ik neuk geen antjes meer. Hey, maar chickie blijft me choken. Ik zei, broer. Voilà, helemaal ziek. Ze is gestuurd. Liquidatie. Koude ziek. En dan laat staan als ze je choke en spuugt in je mond. Broer, voel je dat geen... Nee, man. Nee. Dat is, broer. Het is koude ziek. Eel. Voor die moeten we een shot nemen. Ik ga eigenlijk en zo naar die Ams ook. Ik weet niet wie ze is. En zo naar haar, Spaanse kip. En dames, shot, hè? Een shotje. Iedereen, je bent op me, hè? Laat hem niet lijken, hè? Ik ga deze shot nemen, zelf. Is dit hem? Virgil, lekker niet. Is gewoon fijn. Hey! Virgil.
Oké. Ja, Fadim. Brand er maar op los. Heb je je partner wel eens geslagen? Nee man. Of nee, dit moet ik aan jou vragen. Tijdens de seks. Hier worden alleen seksvragen gesteld, toch? Ja, tijdens seks. Gaat allemaal om seks. Tijdens seks. Het gaat allemaal om seks. Ja, tijdens seks. Ja, een corrigerende tik op de bil. Ja. Wat is er dan? Ja, ik hoor je. Hey! Een corrigerende! Doe van mami, doe normaal! Hey. Jij niet dan? Wat? Wat? Een vrouw? Je slaat je vrouw niet op de bil. Ik heb sowieso geen vrouw. Maar ja, tuurlijk, af en toe dan. De jongen is op zoek. Ook. Oh. Broer, mensen let niet op mijn nigger KM. Wanneer hij alcohol... Maar geef gewoon antwoord. Heb je ooit een vrouw? Nee. Ja, toch? Ja. Dat is gewoon normaal. Dat hoort. Ik heb dat een vrouw wel eens een corrigerende choke gegeven van, yo. Tranquilo, mami. Snap je? We hebben niet geknikkerd. Alleen op die bil neem ik aan, toch? No, een corrigerende choke. Jij choke. Je kent die choke. Jij ja. Die choke van 10 seconden. Hey, je loopt vooruit, hè? Ze werd blauw even. Nee, eens blauw, broer. Zwart. En dan komt ze terug en denkt van, oh. Dit had ik niet moeten doen. Sorry, baby. Broer, dat is klaar. Maar als ze doen, nog een keer. Hè? Nee, niet nog een keer? Nee, man, broer. Sorry. Nee. Misschien ben je kills van Aga? Nee. Ga niet raar over mijn serie. Nee, hoeft niet. Ga niet te ver, hè? Ga niet te ver, jongens. Dat had ik wel aan bij jou. Is het echt of fake? Is het love of fake? Ik heb het juist. Waarom van mij? Gaan kijken al. Hier is... Laten we van tevoren afspreken of je deze gaat beantwoorden. Ja, maar... Nee, ja, stel die vraag. Geef me een pinkie sfeer. Nee. Zo werk ik niet. Ik zeg eerlijk, ik heb wel lef van je verwacht. Die man zet het kan niet erg zijn. Het kan niet te erg zijn. Nee. Want dit is een vraag die al lang in mijn rond gaat. Oké, maar... Hoeveel geld heb je op je actieve rekening nu? Nee, dan ga ik niet bang worden. Oké. Ik ga je een of-of. En dan is het jou of je het... Je gaat 3 shots nemen als je niet antwoordt. Zit het hier? Het is simpel. Alsjeblieft. Tussen de... Nee, je hebt 3 opties. Tussen de 1 en 3 ton. Ga niet keppen. Tussen de 3 en 6 ton. Of tussen de 6 en 1 miljoen. Maar actieve is niet waar je mee op spaart. Aan waar je mijn papa geld zit. Is niet waar je op spaart, toch? Nee, maakt niet uit, die spaar, breng al die dingen erbij. Nee, ik ga het niet, dan neem ik 3 shots. Ik ga het niet beantwoorden. Luister. Wat je per maand doet. Nee. Dat is de vraag niet. Luister, laatst was ik op vakantie en iemand was bij mijn auto raar met flits aan het filmen en zo. Ik ga dit niet beantwoorden. Dan waar was Marvin? Ik ben bang. Dan waar was Marvin? Op vakantie met mij. Daar heeft hij diegene niet kapot geslagen. Niet ik iedereen ga... is als je. Mami, neem gewoon die shot. Neem gewoon die shot. Accepteer het. Ja, ik neem wel. Ja. Negeer het niet. Je gaat stoppen nu. Prijs je gaat 3 shots nemen. Prijs 3 cocktails. Oké, neem 2. Ik ga je niet. Oké. En dan. Voor de 5. Oké, we gaan de laatste. Dit was pure Hennessy. Oh, lekker toch? Meid. Kwaliteit. Daar ben je niet. Laatste ballon. Die is voor jou. Waar is die? Zijn er niet eens. Nee, hij heeft gedaan. Ze mag een vraag zelf stellen, want hij had een extra ballon. Ja, deze heb je wat in je hoofd wat je denkt van dit moet ik aan. Wat wou jij allang weten van KM? Zo. Gooi het eruit. Met wie zou jij een trio willen hebben? Willen hebben? Ja. Iedereen op de wereld, zeg maar, neem ik aan, toch? Cardi B, man. Cardi B? En? En mijn vrouw. Oké. Wauw. Kaartje! Oké, KM. Ik heb een hele spetterende vraag voor jou. Mm-hmm. Heb jij wel eens een vrouw laten overvliegen? Zo ja? Huh. Was je dan al zeker van, ik ga haar slaan? Overvliegen? Dus zeg maar, zij is in een ander land en ik breng haar naar mij. Ja. Nee, man. Nee? Bully? KM? Is het echt een fake? Je hebt nog nooit anders laten overvliegen. Overvliegen? Nee, maar gewoon samen toch? Wauw, me like dat. Tickets voor 2. Tickets voor 2, privé vliegen, je kent niet. Applausje. Wauw. Oké.
Maar wist je dan al zeker, oké, nu je gaat met die meid, je tak met hem van oké, we gaan buitenland. Weet je dan al van oké, als we daar zijn. Met alle respect, ik weet dat dit programma een beetje seksgericht is, toch? Dat is de insteek, toch? Nu komt het, zeg het maar. Maar broer, soms is ook gewoon chillen, toch, broer? Vibely. Kijk, ja, ik hoor je, maar vibely hebben we in Nederland. Het draait niet altijd om seks. Nee, maar met alle respect. Met ik draai helemaal niet meer warm van seks, hoor. Nee? Nee. Leg uit. Hoe ik het zeg, man. Seks boeit je zeg maar niet meer. Niet per se, man. Oké. Seks is bij mij wel echt alles. Voilà, en al helemaal als ik een ticket voor je koop. Mop. Voordat wij... Verwacht jij, als je een ticket koopt voor iemand, verwacht jij dat ze je gaat naaien? What the fuck, bitch? Wat kom je doen? Dat sowieso. Wat zijn we? Wat zijn we? Neefje en nichtje. Kan je mijn tolly zeggen op airport? Dus nog een keer? Ik ga naar je toe. Mm-hmm. Maar ik heb je nooit gezegd, ik kom naar je toe om te naaien. Nee, je gaat me sowieso. Ik denk gewoon van, ik wil met je chillen. Nee. Dus je kijkt helemaal over om te chillen gewoon. Je stel je voor, het is nooit ter sprake gekomen. Ja. In de gesprekken die je voert, is die vibe er niet geweest. Dan ben ik maar die maakt niet helemaal over. Dus die vibe is nooit geweest. Maar is ik vlieg je over, je weet wat is. Je weet wat is. Die Dubai-trip. Kom niet chillen en zo. Het hangt om, dit toch, seks heeft allemaal te maken met iemands game. Simpel. Een vrouw kan hebben van oké, ik ga geen seks hebben, maar nu je komt daar. Die kill, hij laat je andere dingen zien. Is niet eens Jonko, je bent raar planeet Mars. Snap je, hij begint je nek te kussen. Je hebt nog nooit de tong zo zien draaien. En dan denk je van, weet je, neuk me. Snap je? Zulke dingen zijn niet te plannen. En ik weet, ik ben een kill, ik heb game. Ik ga jou niet naar het buitenland brengen om te praten over hoe je moeder heet en hoe je vader heet. Voilà, snap je? Ik wil je mijn naam horen schreeuwen in de badkamer. Anders hoef je niet te komen. En het is simpel. Ticket terugboeken is goed. Maar dan ben je daar wel streven. Maar even voor de duidelijkheid. Ik denk dat je al weet dat je op seks bent wanneer je daar vliegt, toch? Laten we zeggen, een trip. Ja, maar zij bedoelt, als het nooit ter sprake is gekomen, dan voelt zij zich ook niet verplicht als jij haar uitnodigt en nooit over seks hebt gepraat om seks te hebben okay, op de trip. Maar, dat is meer dat ding. Maar sowieso, als ik heel niet over seks met je praat, is die boeler. Voilà. Nee, maar ik heb het wel eens gehad. En overgevlogen en niet genaaid? Ja, nee. Nou, de jongen is sowieso boos. Je was sowieso... Ik heb jou nooit gezegd. Hij heeft jou sowieso niet geappt. Als jij me wil laten overvliegen, dan ga ik daar komen. Maar hebben jullie nog contact? Het was een korte vlucht, neem ik aan. Hebben jullie nog contact? Nee, maar ik heb het afgekapt. Maar wacht, maar is in Düsseldorf of zo? Ja, het was een korte vlucht. Het was niet naar Dubai of zo, toch? Nee, het was naar Marbella. Marbella! Rotterdam. En je hebt geen poeders gegeven. Eventjes. Of wat ben jij, man. Ik hoef niet eens vlucht te boeken. Ik snap je terug naar Amsterdam, hè. Oei, oei, oei. Je hebt niet genaaid. Nee. Zaten jullie in één kamer? Ja. Hij is boos. Hoe lang zaten jullie daar? Een week? Jullie hebben niet gekund. Ik zweer het. Ik zweer het. Het is echt zo. Weet je wat hij heeft gedaan? Hij had ook een parfum gekocht. En toen ging hij deze zo naar die parfum kijken van... Ik heb die parfum voor je gekocht, nee. Een parfum maar gekocht. Maar eerlijk, sommige kills. Ik voel je niet schuldig dan op dat moment. Die man is ook different. Ja, maar luister, sommige kills zijn zo. Want ik heb ook één keer gehad dat iemand zei, luister, ik wil gewoon die vlucht voor jou boeken. En hij gelde er gewoon op dat ik hem jaloers zou maken. Dus hij ging ook vragen, wat is het duurste wat je vriend ooit voor je heeft gekocht? En dan wilde hij dat evenaren. En exact, hij zou zelf niet eens op die trip zijn. Hij zei, ik wil gewoon die ticket voor jou boeken. Maar bespreek je dat met je vriend? Want jij gaat daar af. Luister, hij zegt, luister, vriend. Ik zit hier, wat dat voor mij? Nee, maar zeg apart tegen je vriend. Ja, tuurlijk. Maar is die vlucht geboekt? Huh? Je vriend heeft hem niet geliquideerd. Nee, hij zei gewoon, hey, fix het die op. Ik moet met Marvin praten, want hij loopt. Dus wacht even, Marvin. Nee. Marvin loopt te zeggen. Zeg, hij fixt die Dior-patten voor mij. Ja, gewoon bij wijze van spreken, maar... Hey, Marvin, Esso naar jou. Fuck your rolie. Marvin, Esso naar jou. Maar je bent Ghanese, ik ga met je praten, man, broer. Marvin, we hebben een gesprek. Ik ga met je praten, broer. Bitcoins accepteren we ook. Sommige kills geilen er zeg maar op om een vrouw te onderhouden zonder dat ze er iets voor terug willen. Er zijn mannen die zo zijn. Waarom? Hij woont niet bij zijn. Ja, maar dat weet ik ook niet waarom ze zo zijn, maar dat is hun fetish. Zulke mannen moeten zakken. Ja. Maar even, ik kan met... Maar even voor de duidelijkheid, diegene wordt niet boos. Dus hij werd niet boos toen die niks. Jawel. Maar wat wil je doen? Je hebt jou naar Esther sturen naar Amsterdam. Op! Hoe lang waren jullie daar? Je zou met trein teruggaan. Ik zweer het je. Oh nee, hoe lang was je daar?
Een weekje, denk ik. Ja, een week. Een week. Je bent een week met hem gebleven. Oké, 7 dagen. Oh, en 5 dagen heb jij sowieso goed gedragen. Kan niet anders. Nee. Maar je geeft hem wel aandacht of helemaal niet gewoon? Nee, gewoon, ja, ik weet niet. Maar aandacht hoeft toch niet of precies? Ja. Nee, precies. Oké, wel een slop? Nee, ook niet. Gewoon die, helemaal dat niet. Is ook die ballen gekieteld? Nee. Dat is ook seks. Oké, die ballen een kusje gewoon gegeven. Gewoon dansen. Wat doe je met die guy dan, bro? Allee, ik begrijp niks. Ik begrijp niks, maar ik zeg mijn eerlijk. Laatste vraag voor jou is, heb je hem eerder gezien voordat hij die ticket heeft geboekt? Ja. En toen had hij ook geen seks gehad? Nee. Bro, ik weet niet wie de fuck je bent. Ik heb hem gewoon heel lang gesproken, zeg maar. Toen bro, had... ik weet niet wie de fuck je bent. Oké, wacht. Laat me dit vragen. Hoe oud was hij? Dit is vorig jaar of zo. Maar hoe oud was hij? Hoe oud is hij? 26 of zo? Nee, dit geloof ik niet, man. Als het een oude man was, dan geloof ik jij. Dit verhaal. Ik ga eerlijk zeggen, man. Ik begrijp niks. Als het een sugar daddy was, een model van, die was 50 plus. Ik, kijk, die witte opa's, die geilen ervan. Lekker iemand onderhouden, ik hoef niks terug. Oh, dus gezellig, ik wil praten, emotionele waarde. Maar je had zo eentje gecatcht dus? Nee, ik heb dat niet gehad, maar ik ken wel mensen die dat hebben gehad. Dus ik weet dat die mannen bestaan. Ja, ik geloof het ook. Oké, weet je? Helaas heb ik het niet gehad. Hey. Ik vind... ja, wow, ik moet best met iemand lullen, maar... Weet je dat? Als iemand gewoon... Ik ben ik ben de hele weg kwijt. Als iemand mij wil betalen om een uurtje in de avond met hem te kletsen, fine by me. Yes, en wat... Yeah. Bent, nee, bent niet... Stop. Nee! Jawel! Ja! Maar even, ik zie twee niggas. Maar je gaat nog steeds met Marvin of wat? Ja, precies dit! Ik ben ook door de war, broer. Wat jullie klappen, ik zou jullie net vragen van, oké, als jouw vrouw komt uitleggen... Het is toch nooit gebeurd? Nee, maar je staat er voor open. Volgende episode, ik wil Marvin op de bank, ik ben weer hier. Ik zie het je! Marvin, dit is jouw uitnodiging. Nee, maar hij komt, als je thuis bent, praat met hem. Even serieus. Hij komt. Los van dat. Even. Jongens, centraal. Viraal. Ik regel al views voor je volgende editie. Yo, maar echt. Even. Maar sta je er echt voor open? Maar nee, oké, je staat voor open, dat is duidelijk. Maar ik moet eigenlijk bij het volgende. Maar wat zegt Marvin hiervan? Want kijk, ik heb één keer, stuurde iemand mij een bericht die dus een fetish had voor leren dingen. Ik heb mijn broek van de H&M van 30 euro verkocht voor 300 euro. Aan die man. Ik moest het opsturen op PostNL. Ik heb hem gevraagd, wat ga je met die broek doen? Hij zei, daar wil ik niks over kwijt. Daar is een website voor. Waar vind je die mannen? Daar is een website voor. Ik kreeg het in mijn DM. En hij zei, als je meer leren dingen hebt, dan neem ik het graag. Hij moest leren zijn. Ja, hij wilde per se leren. Kunnen we zeg maar nu ook twee DM's van jou lezen gewoon? Ik kan het wel erbij pakken, ja. Okay, let's go. Ik lieg niet, hè? Let's go. Wacht, maar mag ik ze lezen? Jij, dan weten die mensen dat we niet... Kijk. Kom. Nee, je moet gewoon naar je DM's gaan. Jij gaat nu een account zoeken. Marvin. Ja, je wilt toch die DM's zien? Ik moet Marvin zoeken. Ik begrijp niks meer. Ik ga jullie eerlijk zeggen, hoe heet hij? Wauw. Ik ben verbaasd. Naar je DM's en daar... Ik denk dat veel vrouwen een vriend willen als Marvin. Marvin vindt alles goed. Marvin flex. Nee, dat is niet waar. Daarom, ga deze man alles doen, hè? Zeg die dingen niet, broer. Zeg die dingen niet, broer. Als je deze man vindt, hou hem. Zeg die dingen. Je mag alles. Ik ga jullie zeggen, dat is cap. Dat is cap. Okay. Kijk, hij is gewoon different. Maar S.O. dan jou, mag je? Ik ben Ghanese, maar je bent different. Wacht even. Je bent different. Oké. Okay. Charlie. Dus die... Ik stuur die leren broek. De onderste heb ik wel belangstelling voor. Ze zegt, hoeveel heb je er voor over? Hij zegt, is 75 euro... Hey. Ze zegt, is goed, ik maak een tikje en dan stuur ik het op. Helemaal top, dan maak ik het zo snel mogelijk over. De lak was dan de broek met rits en knoop toch niet de legging. Voilà, Vadim kan geen Nederlands. Is gebleken uit deze DM. Je kan zien, zij is echt Turku. Oké. Klopt, was de broek inderdaad. Hij stuurt zijn adres. Die man heeft 275 euro betaald voor een leren broek van Vadim. Het geld is zojuist overgemaakt. Alle belang voor de lakbroek en leren broek. Dus ik zeg nog, als je iets ziet wat je wil hebben, kan je het altijd vragen. Leuk, dat zal ik zeker doen. Dus hier zeg ik, heb je hem al binnen, veel plezier ermee. Hoe gaat het met de broeken? Goed. Kun je hem niet doorsturen deze kant op? Nee. Hij is van mij.
Je hebt nu leren. Maar kijk, hij plaatst wel dingen. Dat kun je hem afnemen. Hey, Fadim. Fadim, je hebt nu. Wat? Je bent een smerig! Ga verdammen, man! Nee, dit moet echt. Deze broek mag voor 150 euro. Nee. Voilà. Jij en mij. Ik ben eruit, hè? Maar luister. Hey. Je hebt een leren broek aan. Kunnen we deze zeggen, zou hij vast willen, ja. Kunnen we zeggen dat dit Toxidi is? Toxidi is van Toxidi. We gaan het verloten aan die man. Hey. Oké, okay, ja. Goeie doel. Oké, okay, sta even één keertje. Deze broek, wow. Mensen. Prachtige broek, Fadim. Heeft die gedragen, overheen gezweet, nota bene. Als jij voelt dat jij altijd al een stukje zweet van die wou likken of proeven, bied mee onder de comments. En als je het weet, is de broek van jou. En het gaat naar een goede doel, hè? Stichting Toxidi. Dus blijf bieden. Voilà. Hey, mannen zijn ziek. Oké. Okay. Ja. Fadim, hoe we al eenmaal bij jou zijn, heb ik een vraag, want jij hebt een Facebookgroep. Ja. Fadims. Fadims. Of hoe dat ding heet. Ja, dat is afkorting. En ik ben er een aantal keer in geëxposed. Ja. Ik heb er niks mee te maken. Van, ja, wie praat met hem? Ja, ik heb seks met hem gehad. Ja, dit. Hoe ben jij erop gekomen om zo een, want dit is Toxidi, zo'n toxic groep te openen? Nee, dat was nooit de bedoeling. Wat was er dan? Ik had het geopend omdat ik, toen deed ik nog visagie. Mm-hmm. Clipshoots, bruiden, bla bla bla. Ja? Ik dacht, oké, mensen die mij volgen kunnen dat, zeg maar, lid worden. En dan kunnen we gewoon tips met elkaar uitdelen. Maar ja, op een gegeven moment werden mensen lid die niet eens wisten wie ik was. Ik dacht, dit gaat de verkeerde kant op. Ja. Toen was het opeens 2 ton leden. Die groep was verwijderd. Nu heb ik een nieuwe gemaakt. Zit inmiddels op 115 ton. 115 ton? Ja. 115.000. Nee, 115.000, ja. Ja. Dus nu wordt alles gewoon erin besproken. Als MG rapper was hij meester. Wat is kouder irritant. Je weet dat je nee, ik wil gewoon duidelijkheid. Ik wil weten waar we over praten, zodat ik duidelijk antwoord kan geven. Ja, dus dat. Dus op een gegeven moment staat nu in die nieuwe zitten 115 of zo of 120.000 leden. Mm-hmm. En ja, het zijn gewoon bijna alleen maar vrouwen die over, ja, van alles praten. Maar ik zeg heel eerlijk, die exposed topics, als ik het zie, delete ik het. Ik fok daar niet mee. Hoeft niet bij mij. Maak een nieuwe groep aan. Dat hoeft. Ik vind dat niet hard. Dan heb je mij niet gemeld, want ik zit niet 24/7 op Facebook. Die tijd kende ik je nog niet. Maar ik heb wel gehad dat ik dacht van, oh, wat een tyfusgroep. Oké, even voor de duidelijkheid. De volgende keer als hij erop staat. Ja, dus Gabriel, kunnen we gewoon linken. Wauw. Ik heb dit vaak gehad, hè, dat mensen mij een bericht sturen van, joh, staat iets op. Ik vind dat niet erg. Ik delete het gewoon. Want ik fok niet met die expos. Yeah. Ik vind dat niet hard gewoon. Yeah. Het hoort gewoon leuk te blijven, vind ik. Mensen delen gewoon tips met elkaar uit. Leuke, grappige verhalen en zo. Maar dat exposen, dat vind ik gewoon, dat is niet mijn ding. Is niet nice. Maar ja, ik zit niet 24/7 op Facebook. Ik heb ook een leven, ik heb een kind, ik heb een gezin. Dus ik zie het niet altijd. Dus soms sturen mensen een bericht en denk ik, oké, ik delete het nu. Want ik had het niet gezien. En topper. Maar iedereen kan gewoon iets erop zetten, zeg maar, dus in die model. Ik begrijp niks van die. Ja, man, is het groep toch? Je kan gewoon alles braren. Niet echt, ja. Soms wel eens een comment dat mensen zeiden, oh jongens, kijk nou wat zij zegt. Wat is het gekste wat jij hebt gezien in die groep, dat je dacht van, wow. Ik zeg je eerlijk, één keer was er dus een meisje, ze had meegedaan aan een programma op, wat was het, iets van Kees van de Spek of zo. Ze kwam daar op, er was iets, en ze had dus blijkbaar die ochtend na die aflevering, ze echt heel heftig, had ze zelfmoord gepleegd. Hey. Dus, maar, ik word wakker en ik zie allemaal berichten. Nee, wacht. Ik zie allemaal berichten, ja. Door Fadim heeft iemand zelfmoord gepleegd. Ik denk, normaal. Nee, dat is niet mijn schuld. Omdat blijkbaar die aflevering waar zij in zat, werd in de groep geplaatst. En ik sliep, want het was 8:00 's ochtends. Ja, sorry, maar ik slaap tot 12:00 's middags uit. Ja, pap. Ik had het niet gezien. Maar achteraf had die familie contact met mij opgenomen. Zeiden, ja, ze zat ook niet in de groep. Dus zeg maar, ze had dus inderdaad helaas zelfmoord gepleegd, maar dat was niet naar aanleiding van die topics in de groep. Maar echt veel mensen gingen zeggen dat het mijn schuld was. Ja. Ik dacht echt, hè? Ja. Dit is echt erg gewoon, dat ging echt te ver. Dus wat ik begrijp uit dit, je hebt nu een ongestrafte moord op je naam.
Nee, niet, je moet het niet zo zeggen. Nee. Het was gewoon een misverstand. Maar ik ben wel wakker en ik dacht, nee, dit vind ik echt niet normaal dat mensen dit zeggen. Ja, dat is dat gaat te ver. Ja, het is broeia. Het is echt broeia. Het is sowieso zalig naar de dame. Niemand weet wie het is. Nee, dat maakt snap je? Wakaboom. Online shaming doen we niet. En het is broeia. Het is een sad story. Oké, mensen. Dit was het einde. Ik wil natuurlijk KM bedanken. The most popping nigga in the world. Acting shy and shit. Maar dat maakt niet uit. Fadim, ik wil je echt bedanken voor je open eerlijkheid. Ik had niet verwacht dat je zo eerlijk zou zijn. Maar ik hou ervan. Close je Facebook groep. We zijn er klaar mee. En natuurlijk de DJ. DJ Ardio. The one and only. The biggest in the game. And out the game. En natuurlijk onze boys van Gentle G's. Lekkerste cocktails. Sexiest niggas on earth. Voilà, ik weet niet wat ze in die cocktail zetten, maar die vrouwen zijn aan. Wow. En natuurlijk onze prachtige dames. Allemaal zien er sexy uit. En de laatste dus. En mijn nigga Pricey. En jullie twee natuurlijk. Ja, we doen. Dankjewel. De laatste goon. De realest goon on earth. Ik word de realest alleen. Je weet toch? Ik hoef geen titel. Kan je het maken met een shotje dan? Ja. Wow. 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 Ja. Met z'n allen. Gang. En natuurlijk niet vergeten abonneren, liken, subscribe. Deel het in elke groep, ook in die van Vadim. En natuurlijk, blijf neuken, niet preuts zijn. Tjalla.